Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Het is weer weekend jongens, het is weer weekend. En morgen ben ik de hele dag weg. Ik ben de hele dag pleiten. We gaan twee hele grote kermissen doen. Jullie weten het, de Tilburgse kermis gaan we doen. Natuurlijk gaan we de Tilburgse kermis ook dit jaar weer doen. Een klein dingetje. Eindelijk een keer de Tilburgse kermis met Ger en Ricardo. Want ik ben op zoveel kermis geweest met Ger en Ricardo. Maar we waren nog nooit samen op de Tilburgse kermis. En dat gaat morgen gebeuren. Wie er morgen ook bij is, dat is Ramonski. Ramon is er ook weer bij. En dan gaan we dus lekker naar de Tilburgse kermis morgen. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Ja, gewoon geweldig, fantastisch. De Tilburgse kermis, de mooiste, grootste kermis van Nederland. Dus we gaan zeker weten, gaan we daar weer een hele mooie video van maken. Ik ga de batterijen vanavond in de oplader doen, dat alle batterijen vol zijn vanmorgen. En dan gaan we plankgas, gaan we lekker kermissen morgen. Ik ga er natuurlijk een uitgebreid reporten van maken. Wat is er te zien? Wat is er te doen? Welke attracties zijn er natuurlijk? Hoe is de omgeving? Hoe is het ingedeeld? Hoe ziet alles eruit? Jullie kunnen het binnenkort zien op mijn kanaal. Want ik ga morgen erheen om een video op te nemen. Met Ger, Ricardo en met Ramon natuurlijk. Dus dat wordt echt gaaf. Tilburgse kermis, ik ben alleen in 2020 ben ik niet geweest, omdat toen de corona er was. Toen ben ik niet geweest, was het echt een hele kleine kermis was het toen. Dat is eigenlijk het enige jaar dat ik niet geweest ben, maar sinds dat ik mijn YouTube kanaal heb, ben ik tot nu toe bijna op één na dan naar alle edities geweest van Tilburgse kermis. En ook dit jaar gaan we dus weer daar naartoe. In ieder geval heb ik er heel veel zin in. En we gaan daar dus heen tot een uur of vijf. En na vijf dan rijden we door met de auto. En dan gaan we naar een tweede kermis. Nou, ik heb tot nu toe nog steeds niet gezegd waar dat is. Welke kermis dat is. En dat ga ik nu vertellen. De tweede kermis de dag, in ieder geval zaterdag dus. Dat is de kermis in Uden natuurlijk. Ja, we gaan net als vorig jaar gaan we eerst naar Tilburg en daarna naar Uden. Ik heb dat vorig jaar met Joost gedaan. Dit jaar doe ik dat met Ger, Ricardo en Ramonski. In ieder geval, we gaan dus weer lekker kermissen. Ik heb er zin in. En binnenkort kunnen jullie dus een vlog verwachten van de kermis in Tilburg en de kermis in Uden. Vorig jaar waren we één plein overgeslagen. Waren we vergeten. Als het goed is, is de kermis van Uden dit jaar twee keer zo groot. Dus daar in ieder geval ook dus een video van de kermis in Uden. En we gaan er al. Ik heb volgens mij om 10:30 al afgesproken met Ramon. 10:15, 10:30 gaan we vertrekken. Dan gaan we naar Tilburg tot 5:00. En dan na Tilburg gaan we naar Uden toe. En dan zijn we dus 's avonds in Uden. En dan gaan we dus opnemen. Dus ik verwacht dat ik morgen pas om 12:00, 12:30, 1:00 misschien thuis ben. Want het is best wel een lange rit. Dus ik heb het vorig jaar ook gedaan. En van Tilburg naar Uden was ook toch, viel me eigenlijk een beetje tegen. Het was best een behoorlijke afstand. Dus in ieder geval, ik heb er heel veel zin in. We gaan om 5:00 gaan we lekker met z'n allen gaan we eten. En dan gaan we daarna naar Uden toe. Dus jullie kunnen weer twee leuke kermisvlogs verwachten op mijn kanaal. Twee leuke kermissen gaan we dus doen. Aankomende zaterdag. Morgen dus voor mij. Want het is voor mij is het weekend eindelijk. Gelukkig. Het is een zwaar weekend of een zware week geweest. Heel veel warmte. Het was ontzettend warm natuurlijk op een dinsdag. En ik ben blij dat deze week weer om is. Want deze week was eigenlijk best wel
extreem zwaar vanwege het warme weer. Moe, slaperig, weinig geslapen. Ik kwam ook een beetje door de hitte. Het was zo ontzettend warm. Het was eigenlijk meer wegzweten in bed dan dat je kon slapen. Dus in ieder geval, jongens, binnenkort dus 2 kermissen op mijn kanaal. Hou het kanaal dus in de gaten. Abonneer dus op mijn kanaal. Vergeet ook even het notificatiebelletje niet aan te zetten. Want dan krijg je te zien wanneer die video komt. Want alle tweede video's komen natuurlijk in première. Die ga ik sowieso in première doen. Dus hou het kanaal echt in de gaten. Want er komen dus echt 2 hele leuke kermissen komen er weer aan. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, de groetjes van deze kant. Morgen Tilburg en Uden. En dat gaan jullie binnenkort op mijn kanaal zien. Groetjes van deze kant. Tot de volgende. Hoi hoi.